sirenealarm. Hé, hey, wat is dat? Nee, ik zag een dolfijn. Echt heel leuk, maar wel heel kort. En ergens daar zagen we weer opduiken. Wel echt vet. Ik hoop echt dat ze een keer voor onze boot met een groep gaan zwemmen. Wauw, wauw, wauw. Maar het was wel een grote dit keer. Toch? Zeker. Met de jerrycans bij ons volgende plekje. Dat plekje heet Olde. En we hebben dolfijnen gezien en pruimvissen en de hele dag in ons blootje gelopen. Hoe was het vandaag, Chris? Ja, maar het was warm. Heel warm, hè? Bloedheet. Weinig wind en op het einde nog een beetje wind. Dus nu motoren we de haven in. Zo, wat groot! It's like this big. Yeah, it is. There still fish. It's like a dark fish. A big dark fish. Old fisherman. Yeah, this is you. In onze Olde en we waren bijna genoodzaakt om hier 4 dagen te blijven. Soms het huilen mij weer na, weer aan het lachen, omdat het hele systeem van ons niet veilig is. En toen vertelden ze ons nog wat een nieuwe dieseltank reiniger kost. En toen, ja, dat is gewoon onbetaalbaar, dat kunnen we niet doen. Dat zou hier dan weer een paar dagen duren. Dus nu gaan we toch zeilend door en heeft Christian het systeem nog even aangepast. Waardoor hij nu een soort toevoer terug heeft gezet in een ander jerrycannetje, zodat niet alle diesel weggespoten wordt. Maar we willen gewoon ook heel graag Roelof en Barbara zien. Dus we gaan toch door. En het is hartstikke heet, dus het zou wel lekker zijn om even te zeilen. Maar het ziet er allemaal nog niet heel florissant uit. Dus eigenlijk blijft de motor, denk ik, tot Nederland een heel spannend ding. Daar moeten we mee zien om te gaan. Een beetje flexibel mee te zijn, maar ook op onze veiligheid te letten. En weten dat het gewoon veel geld en moeite gaat kosten. En dat is dus die bacterie in die tank. Dat is gewoon echt een pain in the ass. En dan dat die tank in de kiel zit, maakt het dat het gewoon iets van 9 dagen werk is. En heel duur. Dus het is wel een leegloper, deze boot. Maar ja. Hè? Ja, nothing great is easy. En we zijn wel lekker op vakantie, al heel lang. Dat is ook een luxe. It was a lonely sight. You walked away from me. A cigarette in your hand. Lit by sympathy. You said it's not the same. And your feelings had changed.
tipped your hat and called it a day. Nick? Ja? Zometeen bij dat baadje zijn, start ik de motor en dan ga ik in de wind varen. Mag jij het grootste afstrijken? Klotenwipper is hier, het zeilbandje zit in de bakskist. Ai ai, kapitein. Dat dacht ik. We hebben een hele lange zeildag achter de rug. Het begin was rustig, aan de wind. Toen draaide de wind 90 graden en toen draaide die weer terug. En in de fjord waar we invoeren, draaide de wind ook zeg maar, met de vorm van de ingang mee. Dus we hadden voortdurend tegenwind. We hebben 2-3 uurtjes gemotord. We hebben de zeilen inmiddels weer op. Ja, Kopenhagen zelf kunnen we nog niet zien, maar het ligt in de verte. En dan gaan we Barbara en Roelof ophalen. Of Roelof en Barbara. Annemiek die ligt even te slapen. We liggen in Rutvig en het was echt een topdag qua zeilen. Roel en Bar, eerste dag. En nu gaat het helemaal los hier.